Hallo allemaal. Ja, naast me mis ik natuurlijk mijn broer. Ja, die is weer naar Nederland vertrokken. Maar we hebben ook wel wat beeldmateriaal wat ik dadelijk ga vertonen. En daar loopt hij nog steeds in rond. Tot weer dan. Vandaag staat centraal in mijn vlog de Bloemhof. Landhuis de Bloemhof. Het is een ontzettend bijzonder landhuis. Er zijn er meerdere op het eiland, maar deze is heel bijzonder. En zeker omdat hij al meer dan een eeuw in handen is van één familie. 1919 wordt deze plek, Bloemhof, wordt aangeschaft door Emma López Peña. In 1919 mochten vrouwen nog niet officieel stukken tekenen. Ze mochten wel geld hebben, maar ze mochten het eigenlijk niet zelf uitgeven. Dus haar zoon moest tekenen. Nou, dat is de laatste keer geweest. Sinds die eerste handtekening van de zoon van Emma López Peña zijn het steeds alleen maar vrouwen geweest die hier eigenlijk de scepter hebben gezwaaid. Haar kleindochter, en zo komen we bij de kunst. Haar kleindochter heette May Henriques. En May die was beeldend kunstenaar, heeft gestudeerd met Zadkine. Deed dat vanuit Curaçao, reisde naar Nederland, ook naar Zuid-Amerika, maar ook naar veel in Europa. En bracht kunst mee terug. En dat kwam in de vorm van de cursussen die ze deed, die ze dan hier verwerkte. En dat anderen daarin een deelgenoot werden gemaakt. Die kon reizen, die talent had om kunst te maken. Mm-hmm. En die de wil had om dat te delen. Dus vanaf de jaren 40, 50 zie je gewoon op Bloemhof een soort bohemian-achtige situatie ontstaan, waar kunstenaars hier bij elkaar kwamen, haar advies vroegen, met elkaar van gedachten wisselden over dingen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo gebleven tot May Henriques overleed in 1999. En het was May's wens om deze plek open te stellen, echt helemaal open te stellen voor het publiek. En dat is dus ook gebeurd. In 2002 zijn de deuren hier open gegaan. Het was geen besloten situatie meer waarin mensen op uitnodiging hier naartoe kwamen. Het was gewoon open voor publiek, open voor Curaçao. Met de bedoeling om dit stukje erfgoed te delen. Ja, wat we gedaan hebben, dit was vroeger een oude stal eigenlijk. Ja. En May Henriques werkte hier. Zij heeft hier haar beeldhouwwerken gedaan, maar ook natuurlijk met haar vele vriendkunstenaars gesproken en overlegd. En dit hebben we geprobeerd een beetje in de tijd te bevriezen, zodat het de sfeer blijft houden van de jaren 40, 50, 60, waarin zij hier gewerkt heeft. Dus dat is waar je inloopt, met allerlei verschillende attributen die hier zijn achtergebleven. Een soort, net alsof ze net weg is, dat is eigenlijk het idee. De Bloemhof. Oorspronkelijk was het landhuis een waterplantage. En we liepen daar een beetje rond. En toen kwamen we ook op een gegeven moment een echte oude waterput tegen, waarvan de molen die erop was gebouwd om het water op te pompen natuurlijk was verdwenen. Die is van hout. Maar de waterput, die lag er nog. Nou, dit is dus een van de oudste die we hier hebben en de grootste. Met de hand gegraven. Ja? Mensen wisten vroeger wat ze deden. Je keek naar de plantjes, de samenstelling ervan, dan wist je waarschijnlijk zit hier in de buurt water. 10 meter diep. Goed, deze put, wat je nog kan zien, is de houders van de molen. Want zo'n put heeft een molen nodig die dat water vers houdt. Die molen is er niet meer. Dat was een houten molen vroeger. En daar zijn we nu mee bezig om dat echt heel, we willen dat heel graag weer terugbrengen. Oh ja. Maar is het nou zo dat dat water werd verkocht of zo? Dit water werd verkocht, maar je moet het zo zien, ter ondersteuning. Want kijk, er waren toen geen waterleidingen in de stad. Nee. Dus iedereen die het had, die hielp mee om te zorgen dat er water was. Oh. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Natuurlijk werd het verkocht, want ergens moet je dan ook dit kunnen onderhouden. Ja. Maar het was niet een core business. Nee. Oké. Okay. Nee, het was gewoon, wij hebben dat in onze tuin, wij kunnen helpen. Oké. Okay. Ja. Er gebeurt ontzettend veel op de Bloemhof. Eigenlijk gewoon te veel om allemaal op te noemen. Tijdens dat ik er was, was er ook een workshop bezig. Een workshop beeldhouden. Ik woon in Nederland en op Curaçao. 3 maanden hier, 3 maanden in Nederland. Of 4 maanden, het hangt een beetje van de omstandigheden af. En als ik hier kom, geef ik altijd een workshop beeldhouden bij Bloemhof.
voor de eerste keer. Mijn familie en ik. En elk jaar dat ze hier op vakantie komen voor een maand, dan doen wij een workshop. Dan hebben we twee beeldend kunstenaars die hier een soort residentie hebben, een atelier. Eén daarvan is Hortense Brown. Beeldend kunstenaar maakt beelden, die zitten in de tuin bij ons, in de beeldentuin. En zij is twee keer per week hier gewoon aanwezig om of te werken of om gewoon met mensen te praten over haar werk. En dan hebben we Herman van Bergen met zijn Kathedraal van Doornen. Dat is een project dat 5,5 jaar heeft geduurd om het tot het punt te krijgen waar het nu zit. Ja. Heel mooi. Een groot kunstwerk in de tuin van Bloemhof, waar Herman een heel mooi stukje geschiedenis, wereldgeschiedenis bijna pakt om de mensen te laten zien van oké, dit zijn we. Het is een heel prachtig kunstwerk, groot. Kun je doorheen wandelen en in de buik van dat kunstwerk zitten ook weer kunstwerken van andere kunstenaars. It is the cloud of unknowing, evaporating in changeling. Kun je eens vertellen over de kathedraal? Meen je dat nou? Vraag het gewoon. Ja, natuurlijk kan ik een heel boek over vertellen. Nou, doe het even kort. Het hoeft geen boek te zijn. Ja, dat is een manifest over onze misdraging op deze wereld. Aha, stel. Vanwege de hoeveelheid doornen op het eiland. We hebben het eiland ontbost tot medio vorige eeuw. Dat is heel lang doorgegaan. We hebben dus alle wajaka weggehaald. En toen is die Acacia totuosa en de volksmond, de wabi, kunnen gaan woekeren. Ja. Dat is onze ecologische invloed. Maar daarnaast hebben we ook nog een humanitair drama veroorzaakt door 100 miljoen inheemse mensen de dood in te jagen in de hele Amerika's. En we hebben mensen tot slaaf gemaakt. Dat verdient geen applaus. Nee, precies. En daar is dit een manifest van? Ja. Maar daar hebben we dus het licht erin s'avonds en dat is dan de hoop die we mee willen geven aan de jongeren en ook aan de lokale bewoners. Mm-hmm. Dat we veel meer respect moeten opbrengen voor het levenslicht dat wij mogen aanschouwen op deze planeet. En daarop van de aarde moeten gaan houden. Waardoor je ook van alles wat er leeft op de aarde houdt. En dat komt nogal tekort. Eigenlijk had ik met het laatste statement van kunstenaar Herman van Bergen kunnen eindigen, maar dat doe ik even niet, want je weet, dadelijk komt er een wit scherm en daarin een klein logootje, daar kun je op drukken en dan kun je op mijn kanaal abonneren. Dat zou ik erg leuk vinden. De volgende keer, tot spreken!